Elke dag is op dit moment bijna hetzelfde, want er is wel wat sneeuw gevallen en overdag valt er soms ook nog een vlokje. Maar de temperaturen zowel s'nachts als overdag onder het vriespunt, dus de ene naar de andere ijsdag koude beer optellen. En misschien krijgen we ook nog wel te maken met een koude front of een koude periode waarin toch wat langer duurde de kou in onze omgeving bleef. Maar dat is nog eventjes afwachten, daar hebben we het misschien morgen dan over. Afgelopen nacht temperaturen, de verwachting was dat het toch af kon kuilen tot dik onder het vriespunt. Dankzij de bewolking temperde de temperatuur wat en werd het in Gelderland min 6 tot min 8 graden. Het viel allemaal reuze met. Overdag ook met de bewolking. Dat is natuurlijk een beetje minnetjes, want hoe kun je nou mooie winterweer hebben met een klein beetje een zonnebee en temperaturen overdag net onder het vriespunt. En zoals vandaag ook heel weinig winterbee. Foto's die ingestuurd worden, op dit moment heb ik er maar een paar uur gezocht met wat dieren erop. En witte ganzen, die vallen ook niet erg op met dit weer. En ook een paar koeien in de wei, een bruin velken erover, die valt wat beter op. Wil je ook een foto opsturen, dan kan foto@gerritsweerpraat.nl. Het is niet moeilijk om te ruimen wat we vandaag bunt met de weerpraat. We stonden net aan de voorkant van Molen de Hoop. Dat is in Old Zevenaar en op dit moment staan we aan de achterkant met wat ook bruine beesten op de achtergrond, wat peerden. Vanavond en vannacht bleef de bewolking ook overheersen die er overdag was en dat tempert de temperatuursdaling ook, want het werd min 6 graden tot min 8, een beetje in de Achterhoek en de Liemers. Overdag hebben we ook met veel bewolking te maken morgen. En het is wel zo dat de temperatuur dan ook wel weer uit zal komen op min 2 tot min 3 graden. Maar de oostenwind die er morgen steert, die trekt in de loop van de dag wel wat aan. Dus het wordt gewoon weer een klein beetje frisser. Ja, en dan gaan we weer richting het weekend. Het weekend steert dan weer voor de deur. En ja, we hebben dan wel temperaturen in de nachtelijke uren ook nog van lichte tot matige vorst. Of het algemeen eigenlijk matige vorst. En overdag zal het nog ietsjes kolder zijn met min 3 tot min 4 graden als maximumtemperatuur. De wind die bleef ook in het weekend oostelijk. En na het weekend, de maandag, houden we ook nog wel die lage temperaturen, maar er proberen toch wel wat storingen steeds dichterbij te komen. En ik denk dat de dagtemperatuur ook alweer dicht bij het vriespunt uit zal kunnen komen en misschien nog eventjes te boven. Niet op de maandag, maar dan zal het dinsdag kunnen gebeuren. Maar of dat helemaal doorzet, dat is nog eventjes afwachten. Morgen is er natuurlijk weer een nieuwe weerpraat. Kieken dus. Goed gaan.